sta naast minister Sjoerdin van LVV. We zijn live. Dus ik kan u niet hier zien, minister. En ik weet dat er bepaalde zaken gaande zijn regarderende uw ministerie. Dus dan moet ik toch even vragen of, of u even tijd voor ons heeft. Gisteren heb ik een gesprek gehad met de bond van de keurmeesters. Yeah. En hij zei van, ze willen graag een gesprek met u, maar dat lukt niet, zegt hij. Dat is onmogelijk. Dat verhaal geloof ik niet. Ik ben al zeker een jaar in contact met hun. Zij hadden wat zaken die besproken zijn geworden de afgelopen periode. Zaken worden in orde gemaakt. Het kost wat tijd. Hun aanstelling, tenminste, conform de nieuwe loonreeks. Het speelt al lang. Het speelt al sinds 2008 of 2004. We hebben alle papieren in orde gemaakt. Samen met de voorzitter van het vakbond. We hebben het opgestuurd naar het kabinet van de president. Het is daar afgehandeld. Het is nu bij Binnenlandzaken om het af te handelen. We hebben altijd goed contact gehad met elkaar. Maar nu plotseling om te grijpen naar het hoogste middel. Om meteen een staking. We weten dat ze haast hebben. Maar dat proces moet ook volgen. En de voorzitter van het vakbond weet er alles van. Hij heeft ons ook begeleid in het gehele proces. Dus we vonden het een beetje te ver gaan. Meteen een staking uit te roepen. Dus maar wat we nu hebben gedaan. We hebben een noodmaatregel getroffen. We hebben een paar dierenartsen nu vrijgemaakt. Om alvast door te gaan met de keuringen, dat wij geen tekort zullen hebben aan vlees. Terwijl het proces gaande is van de keurmeesters. Oké, dus er komt geen schaarste aan vlees. De mensen, de samenleving hoeft zich daar niet druk. Nee, de veehouders zijn allemaal opgeroepen, de slagers zijn opgeroepen. Vanaf vandaag mogen ze hun vee aanleveren. En vanaf morgen vinden de eerste slachtingen plaats. Maar gaan de gesprekken wel gewoon door met de bond? Natuurlijk. Ja. Het proces is bijna ten einde. Dat weten ze, verdomd goed, maar ik snap niet wat het... Nu het probleem is precies.